Heb ik slechte gewoontes? Ja, ik rij wel best wel hard, vind ik. Ik rookte eerst heel veel, dat is nu niet meer zo. Ik dronk eerst ook heel veel, dat is ook iets minder. Ik ben niet heel goed in relaties, daarom ben ik ook single. Dus daar kan ik ook nog iets beter in worden. Ik ben ook niet altijd heel bescheiden. Ik hou wel van uitpakken, feestjes, weet je wel. Dus als we het doen, dan doen we het goed. Nou, laatst was het wel echt goed geëscaleerd, zeg maar. Toen was ik op een bootfeestje, we waren aan het varen. En toen had mijn auto ver leeg geparkeerd. Maar mijn huissleutel staat ook in die auto, dus ik kon niet naar huis. Dus ben ik stom dronken, heb ik een hotel geboekt. Met week zotte zwakker, totaal hangover, met echt gaten in mijn geheugen. Dus waar ben ik? Dus ik doe die gordijnen open, ik kijk over heel Amsterdam uit, 18e verdieping. En ik dacht zo, wat is er gisteren allemaal gebeurd? Ik keek op mijn telefoon, allemaal dronken filmpjes. Ja, gelukkig niks online gezet. Maar toen was het wel redelijk geëscaleerd. Ja, dat echt koppijn ook, jongen. Oh, niet normaal.